Ik had me al helemaal opgemaakt voor deze video. Godsamme. Hoi en superleuk dat jullie er weer bij zijn. Deze week even iets anders dan de weekvlog. Het is even helemaal anders gelopen dan dat we hadden gedacht. Misschien hebben jullie het wel gezien, maar Daan die is dus positief getest. Nou, echt vreselijk balen. Dus ja, Daan die zit in quarantaine. Ik zit ook in quarantaine, want ja, ik ben natuurlijk heel veel bij Daan. Maar afgelopen zondag waren wij nog samen in de auto geweest. En dan, ja, dan moet je dus ook gewoon in quarantaine. Ik heb gelukkig geen klachten. Ik voel me ook verder goed. Dus dat is, nou ja, dat is natuurlijk top. Dat is het positieve nieuws. Daarom kunnen we deze week niet de weekvlog uploaden. Die komt dan woensdag. Dus die houden jullie wel te goed. Want we hebben natuurlijk wel gewoon, totdat Daan positief getest werd, een weekvlog opgenomen. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. En ik heb vandaag les met Cas. We waren natuurlijk vorige week geëindigd met een spannende cliffhanger. Dus ik vind wel even dat ik dat met jullie moet delen. Waarom het nou opeens zo spannend was en waarom het opeens anders liep dan dat we hadden gedacht. Ik had het van tevoren nog niet opgenomen, omdat ik, ja, ik was er ook wel gewoon een beetje, ik vind het gewoon altijd moeilijk. Kijk, ik doe het altijd heel stoer en zo, dat het me allemaal niet uitmaakt. Nou, dat het me natuurlijk wel uitmaakt, maar joh, het is leven en dat is ook wat we doen. Nou, ik heb nog steeds niet verteld wat er nou uiteindelijk gebeurd is. Er is niemand dood. Ik had eigenlijk eerst met Daan afgesproken dat ik het niet zou, dat we het niet zouden delen. Daar was ik ook de video verder mee begonnen, dat, nou ja, dat we bij Perry waren geweest kijken. En dat, nou, dat Perry, we zouden hem natuurlijk eigenlijk op gaan halen. Pirelli, Perry. Ik vind Perry echt een superleuk naam, dus ik blijf hem gewoon Perry noemen. Dat we Perry op zouden halen, die zou naar huis komen. Nou, superleuk, Jolie was mee. We gaan het veulentje halen. Nou, hè, we, ja, dat veulentje, we hebben één veulentje elk jaar. En dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon superleuk. En die wil je het liefst de rest van je leven houden natuurlijk. Maar ja, zoals jullie weten, verkopen wij ook paarden. En is dat ook deel van ons leven. Daarom kunnen we ook al die andere paarden houden. En de paarden aan huis hebben en doen wat we doen. Ik vind het zo stom. Maar goed. Perry is natuurlijk echt een super mooi veulen. Echt super getalenteerd. Echt nou precies wat je wil. Dus we hebben ook nooit de intentie gehad om Perry weg te doen. Altijd de intentie gehad om hem te houden. Maar nu hebben we hem toch weggedaan. Ik had me helemaal opgemaakt voor deze video. Godsamme. Wij dus de hele dag in de auto gezeten. Onderweg naar Perry. Regenboog gespot. Nou, echt een hartstikke leuke dag. Daar geweest. Alle paarden gezien. Nou, ik was echt toen ik hem zag weer helemaal. Nou, ik was nog steeds natuurlijk verliefd. Maar hij is zo mooi. Alles wat je wil wensen natuurlijk in een paard. Hè? Want hij heeft een mooi hoofd. Hij is groot. Hij is getalenteerd. Hij kan supergoed bewegen. Nou, wat wil je nog meer? Maar toen waren we daar en hun hadden al eerder gezegd van, nou hè, echt supermooi veulen. Wij zouden wel, ja, doe je hem niet weg. Dus ik had gezegd, nee, ik doe hem echt nooit weg. Weet je wel, hij is echt, dat gaan we gewoon niet doen. Deze wil ik gewoon houden en op laten groeien. Dus toen waren we daar weer en toen, nou ja, joh, ik had toevallig die week op Instagram van een paar mensen gelezen dat de jonge paarden veulens, dat er allemaal dingen mee gebeurd waren. Hè, dat er wat gebeurd was en dat het natuurlijk best wel een risico is. Ik denk, nou, hij moet dan weer in de trailer. Dan moet hij weer naar huis en dan moet hij weer naar de volgende opfok. Want ja, hij kon daar niet, ze doen daar geen paarden in de opfok aannemen. Dus hij kon daar niet blijven. En moet hij weer naar huis en dan moet hij daar weer heen. Dan moet hij daar weer nieuwe vrienden maken. Nou, dat is natuurlijk altijd weer een risico. Dus ik had daar best wel pijn van in mijn buik. En toen hadden we hem eigenlijk, stonden we klaar om Perry in te laden. We hadden hem al, nou, hij stond nog net niet op de trailer, maar hij was al, alles stond klaar om hem op te laden. Dus toen zeiden ze nog een keer van, nou ja, hij is wel echt heel mooi, hij is wel echt heel mooi. Wil je hem niet toch nog verkopen? Dus nou, ik, nee, dat doe ik echt niet, want nee, ik wil het echt niet. Maar ja, in mijn hoofd kwam een stemmetje van, doe, weet je, hij hoeft dan niet meer op de trailer of niet meer weg, hij mag gewoon blijven waar hij is. Ja, hij krijgt het geweldig. Nou, lang verhaal kort.
Toen hebben we op zondagavond om 9 uur Perry verkocht. En ik was een soort van in shock, want ik we zitten ook in de auto. Nou, en dat was allemaal leuk en gezellig. En toen, 2 dagen later, dacht ik echt, ja, maar wat heb ik gedaan? En ik vind helemaal, ik had hem helemaal niet willen verkopen. En ondertussen ben ik er wel oké mee. Maar ja, ik vind het toch altijd wel weer lastig. Nou. Goed, dat is dus het verhaal van de cliffhanger. Oh nee, dat is helemaal nog niet het hele verhaal van de cliffhanger. Want wij... Nou, Perry. Nou, uiteindelijk waren we eruit gekomen qua... Nou ja, moet je natuurlijk even... Hè, want nou ja, dat gaat dus natuurlijk altijd van... Oké, ik vraag er dit voor. Nou, ik wil dat betalen. Nou, ergens kom je een keertje ergens uit. Nou, dat was allemaal... Dat was allerfam helemaal goed. En het voelt ook gewoon wel heel goed dat hij daar blijft. En dat hij daar mag opgroeien. En dat we hem gewoon... Dat we hem ook daar gewoon kunnen zien. We kunnen hem volgen. Nou, wie weet komt hij nog wel weer terug hierheen. Dat is allemaal niet uitgesloten. Dus voor het paard is het natuurlijk top, want er hoeft niks voor hem te veranderen. Nou, een paard is natuurlijk een gewoontedier, dus ja, die heeft zich nog volledig niet aan mij gehecht. Die heeft zich alleen maar gehecht aan de plek daar en de mensen die daar zien. Dus voor hem is het natuurlijk helemaal top. En voor ons is het ook goed. Want ja, zo werkt het nou eenmaal. Maar het is toch altijd lastig, want je leeft er zo naartoe. Nou, jullie hebben het kunnen zien in de weekvlogs. Je leeft er zo naartoe. Dat het veulentje geboren wordt. Nou, het is natuurlijk de halfbroer van Dreamgirl. En we hebben natuurlijk nog een halfbroer van hem. En ja, dat wil je gewoon niet wegdoen. Dat wil je gewoon houden. Maar ja, nu toch weggedaan. Dat was dus het halve verhaal van de cliffhanger. Is ondertussen 22:55. En Daan en ik rijden samen met Jolie licht slaap op de achterbank. Wij zijn onderweg naar huis. En we moeten nog, hoe lang moeten we nog rijden? 3 kwartier. Nog 3 kwartier. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? We zijn vandaag in Friesland geweest en we hebben een nieuw project opgehaald. Die gaan we jullie morgen laten zien, want het wordt denk ik vanavond heel donker en hij is zwart. Dus raar, wat zou het zijn? Nou, daar wil ik nog even aan jullie laten zien. Dus tot zo! Het is ondertussen 12 uur en we zijn net thuis. Kijk, en deze meid hier... Die is echt lekker bezig, want die is nog even de poep aan het opruimen. Jodie ligt lekker te slapen. Ik ga jullie even onze nieuwe zwarte parel laten zien. Hey Daisy. 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 Kijk, hier hebben we Daisy. Hallo Daisy. Hallo Daisy. Knap het. Knappert. Weet je, ga lekker slapen. Nou, morgen ga ik jullie dus meer vertellen over Daisy. Blijf kijken. Ik ga Daan helpen met poep ruimen. En dan ga ik lekker naar mijn bedje. Tot morgen. Ondertussen was Perry weer naar zijn stal gegaan. En had natuurlijk een plek leeg in de trailer. Dus toen hadden we, nou ja, om 9:05 besloten. Ja, dan kan je wel een Fries van ons mee naar huis nemen. Ondertussen gingen we dus naar huis met een 3-jarige Friese hengst die we zadelmak gaan maken. En ondertussen al zadelmak is. Dat is alvast even een kleine spoiler. En dan die dan straks beschikbaar komt voor de verkoop. Nou, dat tot zover onze cliffhanger. Ik ga nu even nog Daan bellen om te vragen hoe het met haar gaat. Hoi. Hey Daan, hoe is het? Nou, ik heb me wel eens beter gevoeld. Ja, hoe voel je? Wacht even voesten. ik ben vooral heel moe en heel verkouden. Heel weinig fut overal voor. Dat is niet zo mooi. Nee. Echt een slappe vader ben ik. Ja, maar je hoeft niet naar het ziekenhuis of naar de dokter. Of heb je wel contact met de dokter? Ja, ik heb contact met de dokter. Maar... Ja, die zeggen ook zolang je zeg maar niet echt ademhalingsproblemen krijgt. Oké, nou dat is in ieder geval fijn. Ja. Nou top, ik heb net, je ziet het, ik had je er niet op voorbereid, maar ik heb net even opgenomen over de cliffhanger en over dat, dat we Perry verkocht hebben. Ja. En ik werd daar toch opeens nog wel een beetje verdrietig van. Want ja, dat is natuurlijk toch niet leuk. Maar goed, ik zeg ook voor het paard is het natuurlijk fantastisch, want een paard is een gewoontedier en voor hem... Verandert er nu niks en anders had hij nog 2 keer op de trailer gemoeten en ja. Met alle risico's van dien.
Ja. En we gaan hem natuurlijk nog zien. En dat is natuurlijk top. Hij is niet naar het einde van de wereld. Maar ik denk, ik ga nog eventjes, want ik heb je verteld in quarantaine zitten. Ik ga even jou bellen hoe het met je gaat. Nou, bij deze. Ben je toch ook nog in de vlog deze week? Hier ben ik. Is goed. Nou, doe jij dan de afsluiter? Dan ga ik jou in beeld doen. Dan mag jij deze week de video afsluiten. Dat is goed. Ik ben nu in beeld. Je bent nu in beeld. Oké. Nou, hier vanuit mijn quarantaine station. Dat jullie hebben gekeken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En volgende week. Tot volgende. En kijk, dus aanstaande woensdag de weekvlog van vorige week. En voor volgende week blijf kijken naar de weekvlog, want dan is het een quarantaine weekvlog.